De grote NPO-bezin Frederike Leeflang blijkt een dubbel gezicht te hebben, streng voor Matthijs van Nieuwkerk in het openbaar, maar backstage onderhandelingen over een nieuw contract. De buitengewoon strenge uitspraken die Leeflang deed in oktober worden nu gezien als een gamechanger. Haar voorwaarden voor een mogelijke comeback van Matthijs bij de NPO werden in een Volkskrant interview vastgelegd. Dit leidde tot een opmerkelijke situatie waarin de ene dag Matthijs als Aster werd behandeld en de volgende dag zijn bazin in de krant over hem praten alsof hij een zedendelinquent was. Insiders beschouwen deze dag als een keerpunt voor Matthijs, wat hem leidde naar RTL, aangezien een deal met talpa stranden door de houding van John de Mol. Het lijkt erop dat de NPO geen optie was vanwege de strenge voorwaarden van Frederike, maar het blijkt anders te zitten. Het had onthulde een verwarrende situatie waarin de NPO stiekem met Matthijs onderhandelde, zelfs zonder het vereiste rapport. Frederike toont openlijk strengheid voor de schermen, maar blijkt achter de schermen bezig te zijn met contractonderhandelingen. Een schijnvertoning die door sommigen als hypocriet wordt gezien. Het geheimhoudingscontract met een boete van 50.000 euro bevestigt dat betrokkenen moesten zwijgen over deze onderhandelingen. Jan Slachter van Omroep Max, die klaar stond als een mogelijke opvang voor Matthijs bevestig dit en ondertekende zelfs het geheimhoudingscontract. Het lijkt erop dat Frederike nu met een beschadigd imago te maken heeft, terwijl Matthijs zijn weg heeft gevonden bij RTL.